Heb je ergens gemerkt dat een voetnoot invloed heeft gehad bijvoorbeeld op beleid in Den Haag, op politici? Direct niet, maar ik was onlangs op de zicherheidsconferentie in München. En daar kwam ik een woordvoerder van minister Koenders tegen. Die sprak me aan, die zei, we hebben elkaar al ontmoet in Afghanistan en nu hier, wat leuk. Ik zal de minister waarschuwen dat u er bent. Toen dacht ik, maar hij vroeg ook waarschuwen. Zei, ja, je weet nooit wat er morgen in de Volkskrant staat. Toen dacht ik, oké, kennelijk lezen die ministers toch de voetnoot beter dan je denkt.